Goedenavond. Dierenliefhebbers, actiegroepen en oppositiepartijen in Provinciale Staten hebben nog geprobeerd om het tegen te houden. Maar het is helaas niet gelukt. Het lijkt er toch echt op dat 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen de kogel krijgen. Dat bleek tijdens een debat gisteravond in het provinciehuis. Daar was ook mijn collega Marjan van Ens aanwezig. Marjan, het stond er eigenlijk al vast dat die edelherten afgeschoten zouden worden? Ja, dat klopt. Eigenlijk is je vraag, waarom hebben ze dan nogmaals geprobeerd om dat besluit terug te draaien? Mm-hmm. Nou, dat heeft te maken met het feit dat gedeputeerde Harold Hofstra, je ziet hem hier, die heeft al gezegd, de enige manier om het aantal herten in de Oostvaardersplassen naar beneden te brengen, is simpelweg afschieten. Dat is echt de enige manier, zeggen deskundigen ook. Op basis daarvan heeft hij dat ook besloten. Maar hij moest dat besluit nog wel toelichten aan Provinciale Staten, die 41 statenleden die hem moeten controleren. Ja, en doordat hij het nog moest toelichten, hebben oppositiepartijen en ook actiegroeperingen het idee gekregen dat ze de gedeputeerden misschien nog wel op andere gedachten zouden kunnen brengen. Mm-hmm. En dat hebben ze gedaan met emotionele betogen zo nu en dan en met affiches van herten die er niet goed aan toe zijn. Ja. Maar goed, het is niet gelukt om de gedeputeerden op andere gedachten te brengen. Hij blijft erbij, die herten moeten worden afgeschoten. Ja, is dus ook geen enkele manier meer om dat afschot alsnog te voorkomen? Politiek gezien niet, want de gedeputeerde wordt gesteund door een meerderheid in Provinciale Staten. Dus politiek gezien is die race nou eenmaal gelopen. Enige manier om het misschien nog tegen te gaan, dat zou de gang naar de rechter kunnen zijn. En sommige actiegroeperingen hebben dat ook aangekondigd. Nou ja, je kan in een Natura 2000 natuurgebied, wat dit is, kan je niet zomaar andere plannen gaan doorvoeren die niet in het beheerplan staan. Dat is wettelijk zo geregeld. En als je dat wel wilt, dan moet je heel gedegen onderzoek doen. Wetenschappelijk, goed onderbouwd onderzoek. En dat is hier helemaal niet gebeurd. Maar er is toch een uitgebreide commissie van Geel geweest die hier uitgebreid ook naar heeft gekeken? Ja, maar de commissie van Geel heeft zelf hier in de Staten verklaard dat zijn rapport geen ecologisch rapport is. Het is een verzameling van meningen, maar dit geldt niet als een gedegen onderbouwd onderzoek. En als de rechter er nou geen stokje voor steekt, Marjan, dan gaan de jagers al heel snel het gebied in, hè? Ja, dat klopt inderdaad. De provincie is van plan om zo eind oktober, begin november, na de bronst, echt het gebied in te gaan. Mm-hmm. Er gaan dan per dag zo'n 4 tot 10 jagers het gebied in. En zij moeten op zo snel mogelijke manier, je kan je dat voorstellen, want anders verstoor je dat gebied, ook de vogels bijvoorbeeld die er zitten, onmogelijk lang. Ja. Dus er wordt getracht om zo snel mogelijk die meer dan 1000 edelherten af te schieten. En ze zullen dat gaan doen door ook 's nachts wellicht te bejagen en ook overdag. Ze mogen namelijk 24 uur per dag jagen en ook op zon- en feestdagen, zodat je zo snel mogelijk naar dat aantal van 490 herten die overblijven toewerken. Ja, en de andere grote grazers dan? Je hebt ook nog natuurlijk de koninkpaarden, de hekrunderen. Ja. Ja, verandert daar op korte termijn nog wat? Nou ja, de koninkpaarden, daarvan is bekend, hè, dat die voor een groot deel in het voorjaar zullen verhuizen naar het buitenland. Dat was ook het advies van de commissie van Geel. De provincie houdt zich daaraan. En als het gaat om de hekrunderen, daar verandert voorlopig niks. Maar let op, voorlopig. Want je merkt ook in de politiek dat ook over de hekrunderen het een en ander te doen is. Er was gisteravond een veearts tijdens het debat aanwezig. Ja. En die veearts zei, die hekrunderen die zijn gewoon in hele slechte conditie in de Oostvaardersplassen. En dat komt omdat het rund ja eigenlijk niet goed gedijt in de Oostvaardersplassen. En voor verschillende politieke partijen, zo merkte dat ik, was dat de aanleiding om te zeggen, die runderen moeten misschien maar helemaal het gebied uit. Nou, onze voorkeur is toch om de dieren uit het gebied te plaatsen en elders uit te zetten. Want ik denk dat het op de lange termijn voor de dieren de beste oplossing is. Ja, nou ja, je hoort het al, hè. De PVV zegt dus misschien is dit op lange termijn de beste oplossing om inderdaad die hekrunderen het gebied uit te halen. Mm-hmm. En eerlijk gezegd is dat wel iets wat ik ook bij andere partijen proefde. Duidelijk is in ieder geval dat op termijn, als er bezoekers naar die Oostvaardersplassen gaan, dat ze een heel ander gebied gaan zien. En dat is ook logisch, want ja, het aantal dieren wordt verminderd. De samenstelling van de grote grazers gaat veranderen. Dus het landschap gaat er op termijn ook heel anders uitzien. Ja. Kortom, mensen die in de toekomst een bezoekje brengen aan de Oostvaardersplassen, ja, die krijgen een ander plaatje voorgeschoteld. Dankjewel, Marjan van Ens.